ben heel toevallig op basketbal gekomen doordat mijn moeder iemand sprak. En die had erover dat ze een lange zoon had. En die heeft toen gezegd, nou dan moet hij gaan basketballen. En die heeft een adres opgegeven en daar ben ik heen gegaan en is uitgekomen. Kees Akerboom, lengte 2,6 meter, basketbal international. Een vraag aan hem, heeft hij deze wel meer naar zijn hoofd gekregen? Hé hey Lange, is het koud boven? Nou, vroeger had ik er ontzettend last van. Een jaar of 16 en nou, had ik gewoon een minderwaardigheidscomplex. En nu hoor je wel ook, hoor je het ook nog wel eens, maar je hoort ook gewoon mensen zeggen, hé, dat is Kees Akerboom, die basketballer. Het helpt gewoon en zo raak je dat soort complexen gewoon kwijt. Op 9 oktober 1985 speelt Kees Akerboom tegen het Zweedse Solnay IF zijn laatste wedstrijd voor Den Bosch. Akerboom zal in 1988 een kortstondige comeback maken, maar hij zelf bestempelt dat als een van de grootste vergissingen uit zijn loopbaan. Het is gebeurd met de carrière. Hij gaat eruit bij 102,80. Het is het gebeurd voor Kees Akerboom en gaat hij gauw zitten. Een wat karige felicitatie, als ik het zo mag zeggen. Midden in de wedstrijd weliswaar. Staande ovatie van het publiek en terecht, 17 jaar topspeler. De wedstrijd gaat door. Eens kijken wat zijn vereniging en met name ook de Nederlandse Basketbalbond nu nog verder doen. In ieder geval zijn ze nauwelijks aanwezig. De ontdekking en de ontplooiing van het talent Kees Akerboom komt volledig op het konto van Jan Janbroers. Akerboom begint in 1968 in Haarlem bij Levi's Flamingo's en blijkt een fenomeen. Na 3 landstitels vertrekt hij in 1975 naar Den Bosch. Akerboom wordt er nog 5 keer landskampioen en mag zich in 80, 81 en 85 MVP noemen. Vlak voor het seizoen 82-83 scheurt hij de voorste kruisband van zijn rechterknie. Na een jaar revalideren komt hij tegen alle verwachtingen in terug, maar bij het Nashua van Ton Boot voelt hij zich verre van welkom. Sinds 1972 speelt Kees Akerboom 182 interlands. Hij is de all-time topscorer van het Nederlands team. Zijn stijl is op zijn zachtst gezegd onorthodox, maar zijn schot is dodelijk precies. En dat heet, volgens de schutter zelf, talent. Het heeft gewoon niks met trainen te maken. Dat is iets dat heb je bij je geboorte meegekregen. Van, of je moeder of van ons lieve heer, dat weet ik niet. Het heet talent gewoon. En ik had een talent voor, niet voor basketbal, maar wel voor ballen erin te schieten. Lang naar Akerboom, die moet het bord gebruiken. Ja. Dat is even lucht bij Den Bosch bij 67 tegen 56. Ik heb hetzelfde gezien. Akerboom pakt die bal en scoort gewoon. Ja, daarvoor word je geselecteerd in een Europese ploeg om dit soort ballen erin te gooien. Hier is Akerboom. Ja, dat is een recital, dat kan hij alleen. Akerboom beslist de wedstrijd totaal. En nu is het 3-1 en dan gaat hij naar Akerboom. En Akerboom zegt hartelijk dank. Kees Akerboom, bal is in de lucht, bal is goed. 74-68, Kees Akerboom. Daar is dat. Er komt altijd wel iemand vrij. Ja, ja. Het kanon staat weer op scherp. Sprongschot is goed. Daar komt hij. Kees Akerboom. Thank you. Akerboom nu met een hoekshot. En dat gaat er ook nog in. Rob van Essen en Kees Akerboom. Buff Kirkland, hou die bal vast. Akerboom, enorme afstand, goed! Blijft dezelfde spelletje spelen, dat betekent schieten. Dank je Kees. Over de hele S-veld, Akerboom is goed. Akerboom, 1 punt verschil. Akerboom moet erin. Akerboom, stap, stap, dribbel, schot, kaak. Wat is basketbal eenvoudig als je deze veelvoudige international ziet. En dan is daar weer Akerboom en die met die boog. Het is, ja. Dit kan hij alleen, Kees Akerboom, 47-52. Hier is Akerboom met Barker samen. Onderlangs Akerboom. Oh, wat een schot. En hier is Kramer weer. Wat een verwarring bij Leiden. En dat doet alleen maar Kees Akerboom. Zag u dat schot? 1 been, vallend naar achter. En het ging er toch in. 56-39. Daar komen de mensen voor in Haarlem. Ze willen eigenlijk alleen maar dit soort kunstjes zien. Dat saaie, blanke basketbal. Yo! Hoe is dit mogelijk? Hij stond over de lijn met zijn eelt. Kirkland, onderlangs naar Barker en die pas niet goed op Akerboom, als die zit, oh, hoe is het mogelijk? Kees Akerboom op 20 punten. Nou, als ik niet als volwaardige basketballer
beschouwd wordt, dan is het, zou het wel triest voor mij zijn natuurlijk. Als je 9 keer landskampioen bent geweest, de Europa Cup finale hebt gespeeld en in bijna elke wedstrijd het Nederlands team een prestatie heeft geleverd, boven de 30 punten gescoord hebt, dan zou ik best een complete basketballer zijn.